Zijn de heren weer. Rob Campus, Diederik van Vleuten en Erik van Muiswinkel. Betekent tijd voor onze vaste rubriek deze week. En deze week in deze week, de afgelopen week. Rob, ik begin met jou. Wat was het voor week? Een historische week, Jack. Oh ja? Dit was nou echt zo'n week waarvan je kinderen over 20 jaar vragen... Jongens, pap, waar was jij op de dag in de week van Clinton en Boutros Ghali? Waar was jij in de week van de paus en Fidel Castro? Waar was jij in de week van Jorien van Eering en Jos Staats? Ja. Ja, en dat ik dan tegen mijn kinderen moet zeggen, nou, toen zat ik aan tafel bij Jack Spijkerman. Ja. En dan zeggen jouw kinderen, bij wie? Ja. En dan zeg ik, laat maar zitten, want als ik dat allemaal moet uitleggen, dan ben ik nog 20 jaar bezig. Ja, okay, jongens, allemaal leuk, maar wat willen jullie nou eigenlijk beweren hiermee? Dat is een historische week. Check, hebben jullie die foto niet gezien deze week? Op alle pagina's van alle kranten, jongen, in kleur. Ik ga toch kippenvel. Wat ging er door jou heen? Nou, ik dacht, het Archeon heeft in een laatste poging een nieuwe attractie bedacht. Ja. Maar joh, dit is wel de voorpagina van het aanzien van 1996, hoor. Hou op, je moet het niet belangrijker maken dan het is. Nee, want ik heb het ook gezien op televisie, die ontmoeting. Moet je even kijken, want het was wel bijzonder dat ze elkaar voor het eerst ontmoeten, maar ze kennen elkaar niet, dus zo'n hulppausje is erbij. En die stelt ze nu aan elkaar voor. Paus, Fidel, Fidel de paus. En de paus denkt eigenlijk alleen maar bij zichzelf. Zit er een leuk liedje in. Fidel de paus, Fidel de paus. Ja. Meer is het niet. Nee, maar nou ik erover nadenk. Rob, je zou nog wel gelijk kunnen hebben ook met de historische week. Ja, wat je zo zei van die historische confrontatie staat ze van de Herik. Ja. Jack, deze week was het begin van het einde van het betaald voetbal in Nederland. Ja. Over 20 jaar zitten wij met z'n allen te kijken naar de finale ezeltje prik alle categorieën. Ja. Hè? En dan vragen we ons af, waar is het fout gegaan? Dat was dus afgelopen woensdag toen het KNVB-bestuur dreigde met opstappen. Ja, het KNVB-bestuur dreigt met opstappen. Dat is net zoiets als Albert West die dreigt te stoppen met zingen. Ja. Dat is geen dreigement, dat is een geschenk uit de hemel. Ja, absoluut. Ja. Maar Rob heeft gelijk. Het is toch een soort historisch drama, hè? Ook nog. En de Mol die uit zijn eigen Sport 7 stapt. Ja. En jongen, dat gehele gedoe rond Sport 7. Dat die Joop van den Ende daar nou niet zijn musical van maakt, joh. Ja, maar Jack, waarom denk je dat Joop van den Ende en John de Mol die aandelen zelf gekocht hebben? Die musical die is er al. Oh? Natuurlijk ligt er lang op de plank. Volgend jaar gaat hij in première in Scheveningen. Huh? Heb jij geen uitnodiging nog? Nee. Jij krijgt van de Ende? Nee, jij krijgt van de Ende geen uitnodiging. Nee. Morgen ook niet Miss Saigon? Morgen Miss Saigon, nee, premier, geen uitnodiging. Nee. Dan moet jij eens opletten als die helikopter landt op het podium van Miss Saigon, wie er uit die helikopter kan staan. Ja, dat zou jij willen. Jij eens opletten. Nee, maar die musical over Sport 7, die komt er. Ja. Volgend jaar, première in Scheveningen, grote neon letters. De musical Sport 7, Les Miserables 2. Dat wordt dan de ja, en dat is dan Henk Poort als Jos Staatsen. En Bill van Dijk als Jorien van der Herik. En Reinoud Oerlemans als Annette van Trips. Ja. Maar het is een enorm project. Ze hebben een hele ontwikkeling in dat verhaal ook. Ja. Danny de Munk speelt de jonge Koos Postema. Herman Brood speelt de huidige Koos Postema. En Piet Bamberger speelt de oude Koos Postema. Ja. Maar ja, de vraag is alleen, wat doen we met Frank Masmeijer? Ja. Frank Masmeijer speelt in zijn eentje de dalende kijkcijfers. Ja. Goed, maar jongens, ik wil even naar iets anders. Ik wil naar de kanaaltunnel. Ja, nou dan ben je de enige. Nou, dan nog maar iets anders. Dit vind ik een historisch moment, ook deze week was in Rotterdam. De laatste seksbioscoop die gaat dicht. Hoort het je kinderen over 20 jaar aan je vragen, hè? Ja. Pap, waar was jij toen de laatste grote seksbioscoop dichtging? Ja. Wat denk je, Jack? Op rij 12? Ja. Tussen de vaste jongens. Dat was de Rex in Rotterdam. Ik kwam daar regelmatig met Natte Kees en Snelle Jaap. En Leo de Lauwe Liter. En dan zaten wij... mooie tijden gehad daar echt. Ja. Het was dramatisch. Het was dus de laatste doorlopende voorstelling. En dan zie je die laatste Zweedse bakkenbaarden op die sokken, die zie je daar. En dan langzaam sterft dat zo weg. Dus wij zijn echt jankend die bioscoop uitgeglibberd. Het was heel dramatisch. Goed. Ik wil even naar het nieuws van deze dag, jongens, want de Telegraaf heeft weer een krant opgekocht. Oh. Ja, dat stond vandaag in de krant hier. De Telegraaf koopt Gooi en Eemlander. Ik koop zo vaak de Gooi in Eemlander, dat staat toch ook niet in de krant? Goed, ander nieuws dan. De Trouw van vandaag. Moeten wij meteen reageren? Vraag naar Max Havelaar bananen overtreft stoutste verwachtingen. Het idee daarachter is goed, want die bananen die komen uit Ghana. Ja. Maar die arme mensen in Ghana die profiteren daar wel van. Ja, maar niet alleen in Ghana.
De Ghanese meisjes hier in de bananenbar hebben ook al heel enthousiast gereageerd. Het is nou eindelijk eens een banaan waar we wat mee kunnen. Ja. Zeg maar. Ja, je brengt toch een stukje van je eigen cultuur hier in dan. Ja, smaren. Misschien tijd wordt om naar een zullen we dit maar, zal ik dan de week maar afsluiten met iets feestelijks. U heeft het allemaal ongetwijfeld gehoord of in de krant gelezen. De Radio Nieuwsdienst ANP bestond deze week 60 jaar. Om dat te vieren werd er een blik bekende Nederlanders opengetrokken om het radionieuws voor te lezen. Hoe leuk het idee ook was, je hoort dan meteen weer al die bekende gezichten die je al kent. Weer Herman Vinkers, weer Paul de Leeuw, weer Frits Bolkestein. Wij van Spijkers dachten, het kan ook anders. In het kader van de actie Doodzwijgen helpt nu, wordt nu het nieuws gelezen door dokter Anders Hans Janmaat. Het is al zover, meneer. Ja, meneer Janmaat. Ik kan alweer beginnen. Ja hoor. Fijn. Boing! Thans volgt de Radio Nieuwsdienst, verzorgd door het ANP, het Arisch Nationaal Persbureau. De Europese Voetbalbond heeft voetballer Regie Blinker wereldwijd geschorst. Steeds meer asielzoekers plegen zelfmoord. Asielzoekers krijgen minder zakgeld. Maar landgenoten, het was deze week niet allemaal rozengeur en maneschijn. De oliemaatschappij Texaco is veroordeeld tot een boete van $115 miljoen wegens het beledigen van zwarte mensen. $115 miljoen, landgenoten. Dan vraag ik mij toch werkelijk af, in wat voor land leven wij eigenlijk? Dat zoiets in Amerika zomaar kan. Dan volgt de weersverwachting tot morgenavond. Het zal in Nederland wel weer verblijfsvergunningen regenen. Ja, dank u wel, meneer Janmaat. En tot slot de verkeersinformatie. Er staan files bij de volgende asielzoekcentra. Ja, dank u wel, meneer Janmaat. Tot de volgende week. Geen zuur. Dank u wel. Meneer Janmaat.